Éric Bachelard sur Peugeot 405. Ja, goedenavond. Frankrijk heeft een nieuwe president, zeg maar België heeft nog altijd geen voetbalkampioen. Twee speeldagen voor het einde van de competitie. De spanning houdt de competitie 94-95 overeind. Anderlecht won zo net, om 19:15 was de wedstrijd gedaan, met 0-2 op RWD Molenbeek en blijft dus leider voor Standaard en Club Brugge. Later in dit programma trekken we rechtstreeks naar het stadion van Molenbeek voor de eerste commentaren. We hebben ook buitenlandse voetbalbeelden in deze uitzending met Enzo Schifo en Luc Nilis. Met de wedstrijden Nantes-Monaco. En Luc Nilis die was aan het werk met PSV op het veld van Feyenoord. En we presenteren u de nieuwe trainer van Anderlecht. Waarschijnlijk nieuwe trainer van Anderlecht in woord en beeld, Herbert Neumann. Voor het zoeken wielrennen, armworstelen, jawel, en roeien. Maar we openen met motocross, een van de weinige sporten waarin ons land zonder verpinken meedraait aan de top. De 500cc jongens mogen beginnen. Die gingen vandaag de machine op in de grote prijs van Zwitserland. In het plaatsje Wolen, ergens te midden van de Alpen. De 500cc, dat wil zeggen Martens, Smets, Geukens en Kom. Hier komt een verslag met onze man ter plaatse, Robin Janssens. Net als bij ons ook in het Zwitserse Wolen, een prachtig lenteweertje. Heel wat motorfreaks op het appel dus voor deze derde half liter Grand Prix van het seizoen. Zij kijken vooral uit naar de Amerikaanse WK-leider Travis Parker, de Nieuw-Zeelander King Darrell, Nederlander Gert-Jan van Doren en een klein kransje Belgen, alle tot de favorieten behorend, Joël Smets, Johan Bonen en Jackie Martens. Deze laatste, tweede in de WK-tussenstand, kwam maandag in het Franse Plombion echter zwaar ten val. Een flinke hersenschudding en een paar losgeslagen nekwervels verplichtte Martens afgelopen week de sofa op te zoeken. Maar van verzaken aan de Zwitserse WK-episode wilde de vissenwereldkampioen niet weten. Ik moet wel rijden, want ja, je kunt niet zonder punten... Als je niet rijdt, dan heb je geen punten. Dus dat is minimum 30, 40 punten achterstand. En op laat van het seizoen kan dat te veel zijn en dan... Wat verwacht je er vandaag, ondanks die blessure nog van? Probeer bij de eerste 10. Dus de schade beperken eigenlijk? Ja, zeker nog wel. De Nederlander John van den Berg wipt als eerste achter het starthekken weg. In zijn spoor Travis Parker, Joël Smets, Darrell King, Johan Bonen en Jackie Martens. De Belgen komen dus goed weg, al komt Martens na goed een kwartier ten val en wordt hij tot opgave gedwongen. Achteraf zou blijken dat hij twee beentjes boven de pols heeft gebroken. Halfweg de eerste manche scheidt zich vooraan een kwartet af met Parker Smets, kort gevolgd door Van der Berg King. Joël Smets zit Parker op de hielen, maar de Amerikaan geeft geen krimp. Als Smets even later verneemt dat Martens heeft afgehaakt, besluit hij het zeker voor het onzekere te nemen en niet verder aan te dringen. Ik heb een paar keer geprobeerd om hem aan te vallen. En dan heb ik gezien dat het eigenlijk een beetje te gevaarlijk werd. Mijn mechanieker had me dan ook doorgegeven dat Jackie uit de wedstrijd was. Dus dan heb ik gedacht van te verkiezen voor de 17 punten die verbonden zijn aan de tweede plaats. In plaats van de risico's te nemen om de leidersplaats te veroveren. 1 Parker dus, 2 Joël Smets en op 3 knap teruggekomen vanuit vijfde positie Johan Bonen. Bonen blessurevrij en in uitstekende conditie wil vooral in de tweede reeks uitblinken. Hij mist evenwel zijn start en zal beslag leggen op een verdienstelijke zesde plaats. Vooraan vinden we dezelfde vier terug als in de eerste reeks. Weer is het Travis Parker die de andere op sleeptouw neemt. Joël Smets, Darrell King en Van der Berg volgen op korte afstand. Aanvankelijk lijkt Parker weer op zijn eentje een demonstratie te kunnen opvoeren, maar dat is zonder Smets gerekend. Voor de bocht nog in tweede positie, ruikt hij zijn kans, plaatst een goed manoeuvre en neemt de leiding over. Smets staat hier niet meer af, wint de tweede reeks en wordt laureaat van de Zwitserse grote prijs 500cc. Joël, fantastisch, hè? Proficiat. Ja, het ging zoals ik zei, mijn wedstrijd een beetje gepland. Zoals daar straks. Parker was weer in de start een beetje voor mij. Maar nu heb ik echt geprobeerd om in de aanvangsminuten echt de druk erop te zetten. En zodoende maakte hij een foutje, kon ik hem passeren. En dan was het aan hem om aan te vallen en dan is het me toch goed gelukt. De tweede nu ook in de WK-tussenstand?
Ja, ik denk momenteel, die tussenstand in dat WK is nog niet echt zo belangrijk. Er staan nog 9 Grand Prix op het programma. Maar natuurlijk, de punten die ik nu heb teruggenomen na de eerste match, dat is natuurlijk mooi meegenomen. Open toch perspectieven voor binnen 2 weken in Tsjechië? Ja, ik voel vol zelfvertrouwen en ik weet ook dat ik conditioneel nog kan groeien. Dus en ik ben blij dat ik vandaag in deze zware weersomstandigheden deze prestatie heb kunnen neerzetten. Dat sterkt me nog meer voor de toekomst. Dank u. Zwitserland, we blijven in de bergen ergens in de buurt van de Alpen voor de grote prijs van Oostenrijk 250cc. Voor velen de meesterklasse van het moment en daarin is België vertegenwoordigd door rijders als Stefan Everts en Marnik Bervoet. Leider in de tussenstand voor de start in Schwanenstad, want daar werd die Grand Prix afgehotst, was de Amerikaan Voland. En die Voland lijkt goed op weg om de Zuid-Afrikaan Greg Albertijn op te volgen. Want Stefan Everts kan ook dit jaar zijn stempel niet drukken op de 250cc-competitie. In de eerste reeks eindigde hij wel als eerste Belg, maar slechts op de 5e plaats. De Italiaan Bartolini was duidelijk de sterkste in die eerste reeks. Van start tot finish reed hij op kop. Vorige zondag nog won Bartolini op een indrukwekkende wijze de grote prijs van zijn land. Met een 2e plaats verdedigt Tellen Voland goed zijn koppositie in de tussenstand voor het WK. De Zweed Karlsson is 3e, de Brit Nicol 4e en Everts dus 5e. In de 2e reeks leidt Stefan Everts nog meer puntenverlies ten opzichte van zijn concurrenten. Hij komt niet verder dan een 7e plaats. Werner de Wit is de beste Belg, hij wordt 3e. Voland finisht als 4e en Bartolini pakt de 2e plaats en daarmee wint hij nu ook de grote prijs van Oostenrijk. Maar de zege in de 2e reeks ging naar deze Amerikaan Bob Moore. In de tussenstand van het WK leidt Voland met 132 punten. Everts heeft 19 punten achterstand. Moore, Bartolini en Bervoets volgen op de hielen van Everts. U hoorde Paul Bernaerts. In eigen land was het hoogdag voor de sidecar racers in de traditionele Grand Prix van België op de Balenberg in Betekom. Spektakel verzekerd. Wij spanden Jan Noppe in. Het Belgisch duo Eddy en Ludo Somers had zich tijdens de kwalificatieritten als 3e geplaatst. Somers, vorig jaar 15e in het WK, schiepen dus hoge verwachtingen. De start van de eerste reeks. De Duitsers Wenninger, Pippinghaus zijn het best weg, dan de wereldkampioenen uit Zwitserland Führer en Keizer. Na 3 ronden Wenninger, Pippinghaus voor de Nederlandse broers Jansen en de wereldkampioenen. Halfweg de wedstrijd zijn de broers Somers opgerukt naar de 3e plaats voor de Duitse broers Weinmann. Het ziet er goed uit, maar niet voor lang. Er was een steen op parcours na een wip. We proberen. Je springt gewoon gelijk als je altijd springt. En die steen die was losgekomen daar aan de ruis. En je stak redelijk ver omhoog en van onder met de kader. Met ophanging van de motor. Recht op die steen en die motor is gewoon omgedraaid met onze buik. Intussen hebben Führer en Keizer de eerste plaats overgenomen van Wenninger Pippinghaus. De regerende wereldkampioenen worden niet meer bedreigd en winnen de eerste reeks. Het hekken naar beneden voor de 2e manche en alweer zijn Wenninger Pippinghaus het best weg. Maar hun glorie duurt niet lang, ze halen de finish niet. Na een 5-tal ronden rijden de broers Weinmann, die al de eerste wedstrijd voor dit WK wonnen, aan de leiding. De kloof met Führer Keizer is aanzienlijk, de Belgen zijn dan al ver teruggeslagen. Klaus en Thomas Weinmann winnen net als 2 weken geleden de 2e reeks van de grote prijs en zijn de leiders in de stand voor het WK na 2 grote prijzen. De eindzege in de grote prijs van België zijspannen is voor het Zwitserse paar Andreas Führer en Adi Keizer. Ze staan 2e in de WK-stand. Doe zo voor het. Ondertussen staat een van onze journalisten ongeduldig te wachten. Louis de Pelsmaker in het N. Bon Martensstadion, waar het niet lang geleden de Brusselse confrontatie tussen RWD Molenbeek en Anderlecht zijn beslag kreeg. U zag in het nieuws dat Anderlecht met 0-2 won en leider blijft voor Standaard en Club Brugge. Het woord is aan jou, Louis. Ja, Frank, een wedstrijd een beetje op het bescheiden niveau van de competitie in de laatste maanden. Niet erg veel spektakel, af en toe krampachtig, maar dan erg verdiend voor Anderlecht 2 doelpunten. En alweer een goal van Bruno Versavel. Ja, alweer. Tegen Ekeren. Ja, maar ik denk niet alleen voor mij, ik denk dat het voor de ganse groep was. Dus we hebben hier vandaag niet met 11, maar met 16 geknokt. En die goal komt nu van mij, goede pas van Mark. En
ja, ik moet hem wel binnentikken, maar ik denk die vreugde was bij allemaal, denk ik. Moet toch goed doen aan het hart, hè, na zo'n lange afwezigheid? Ja, dat moet zeker goed doen. Voor mij zeker, maar ook voor de club en voor de supporters. Ik denk, en ik hoop en we moeten dit jaar kampioen spelen. En dan denk ik gewoon dat mijn seizoen teruggeslaagd is na al die kwetsuren die ik gehad heb. Maar je ziet de laatste weken er terug bij, belangrijke doelpunten gemaakt. En dan nog kampioen spelen en dan nog in een beker iets in te verseren. Dan denk ik dat mijn seizoen geslaagd is. Na het seizoen kom je dan met een vaste stek. Dat zou nog leuker zijn, hè? Ja, laten we hopen. Ja, Michel Verschuren, kan nu nog iets mislopen? Je moet in sport altijd zeer voorzichtig blijven met je twee voeten op de grond. Maar persoonlijk meen ik dat mijn goede vriend Bruno gelijk heeft. Het is een overwinning vandaag van heel de groep. We zijn al van na de misstap tegen Charleroi echt met gans de groep in blok aan het werken. De groep heeft ook zeer collectief en positief gereageerd op alle omstandigheden. Op alle problemen die zich hebben gesteld. Want we hebben dus toch weer gekwetste spelers gehad. En dat vind ik dan de grootste verdienste van Bruno. Sinds het wegvallen van Zetterberg heeft hij zich direct klaargezet. Is met autoriteit in de matchen gekomen. Heeft doelpunten gemaakt, heeft vertrouwen, helpen geven aan de ploeg. Ah, ik moet zeggen, aan hem en aan heel de ploeg. Ik ben zeer tevreden, maar nog even geduld. Spektakel is niet meer jouw eerste zorg. Toch wel, dat is er geweest tegen Standaard. Dat was een formidabel spektakel. Van een uitschieter, hè? Eén keer. Je mocht niet vergeten, Louis, het einde van het seizoen. Ze hebben 3 wedstrijden gespeeld op 1 week. Want we hebben dus donderdag toch ook moeten voetballen voor de beker van België. Halve finale tegen Ekeren. Het zijn ook geen machine. Het is vandaag, het was ook warm. Ik moet ook de mensen van Molenbeek bedanken voor hun sportiviteit. Want ze hebben, ondanks dat het terrein in geen goede staat was, er toch aan gewerkt. Ze hebben het gras bewerkt, ze hebben het gespoten. Dus ze hebben ook werkelijk op dat vlak het sportieve van de wedstrijd willen helpen ondersteunen. En daarvoor wensen kunnen ook te bedanken. Iets in de marge nu, gewonnen tegen Ekeren, gewonnen tegen RWDM. Je hebt gezegd, als die twee wedstrijden goed aflopen, dan maken we de nieuwe trainer bekend. Ga je nu vandaag aankondigen dat Neumann trainer wordt bij Anderlecht? Neumann? Wie is dat? De man met wie je van de week 2 dagen lang gesproken hebt. Ja, maar ik ga daar waarschijnlijk nog een keer of 2 mee spreken. Er is nog altijd geen handtekening gezet. En op dat vlak moeten jullie allemaal nog een klein beetje geduld blijven opbrengen. Hoe spijtig het ook is. Maar zaken zijn zaken en een zaak is nooit gedaan zolang dat niet alle partijen of de betrokken partij een handtekening er hebben ondergezet. En dat gaat zo met de transferten van de spelers. En we gaan erin rustig onze gang blijven gaan. Ik heb ook, en de voorzitter vooral, niet storend willen werken voor de ambiance van de groep. We zullen dat op het gepast moment wel oplossen. Dus deze week? We zullen zien. Oké, dank u. We zullen zien. Zaken zijn zaken. Anderlecht speelt volgende week thuis tegen Oostende. Standaard bij Stadsgenootserij. Dat kan moeilijk worden. Club ontvangt Charleroi. Het blijft dus spannend met nog 2 speeldagen te gaan. In de hoogste klasse de nieuwe trainer van Anderlecht zou dus Herbert Neumann moeten zijn. Al blijft Michel Verschuren het nog altijd ontkennen. Het is nog niet officieel, maar iedereen neemt voor waar aan dat deze 41-jarige Duitser de opvolger wordt van Jan Boskamp. Neumann is nog altijd aan het werk in Nederland bij Vitesse Arnhem. En de berichten over hem zijn unaniem positief. Neumann is, open de aanhalingstekens, een gentleman, een voetbalaristocraat, gewoonweg een geschikte vent en een coach die aanvallend voetbal predikt. Eddy de Maris reisde naar Nederland en kwam ook behoorlijk onder de indruk van Smans persoonlijkheid. De iets ouderen onder ons kenden hem als voetballer van vooral Keulen en ook een paar keer de Duitse nationale ploeg. Maar als trainer is hij bij ons totaal onbekend. Al zat Neumann 3 jaar geleden al op de bank bij Vitesse, toen die club het Europees opnam tegen KV Mechelen. Neumann bereikte met het vrij bescheiden ploegje uit Arnhem ook de 2 volgende seizoenen Europees voetbal. In Nederland is iedereen intussen laaiend enthousiast. Ik heb zelden meegemaakt dat een trainer zoveel kwaliteit, klasse en beschaving in zich verenigd. En dat typeert Herbert Neumann. Geen schreeuwer. Een man die nadenkt over voetballen, maar toch tevens weer relativeert. Een aanwinst voor iedere club. Hij is niet één die roept dat hij een fantastische trainer is of zo. Hij wil dat gewoon bewijzen met het voetbal wat hij zondag zijn spelersgroep laat spelen. Als hij over 10 jaar zegt van Jan Snellenburg is een vriend van mij, dan zie ik dat als een zeer groot compliment. De afgelopen jaren kneedde Neumann Vitesse tot een elftal dat niet alleen resultaten boekt, maar dat bovendien ook nog met mooi voetbal doet. Hij kneedde ook een aantal jonge talenten als Cocu, Makai en Glenn Helder. Iets waar ze zeker bij Anderlecht heel gevoelig voor zijn. Glenn Helder werd in de loop van dit seizoen overigens voor veel geld doorverkocht aan Arsenal. Hij vindt de schoonheid van het spel aanmerkelijk belangrijker dan de harde punten. Het is een trainer die ook heel ontevreden kan zijn naar een overwinning. We hebben afgelopen zondag tegen MVV gespeeld, hebben we met 2-1 gewonnen. Ja, dan is hij toch zeer ontevreden, omdat hij ook wil dat zijn elftal goed voetbal speelt.
Ik heb hem wel eens zien verliezen met Vitesse. En dan kwam hij heel tevreden naar buiten naar de wedstrijd en zei van... dat was toch een heerlijke wedstrijd. Dat komt niet vaak voor bij trainers. Meestal krijgen ze ook de kous op hun kop. Maar het typeert wel de man. Natuurlijk vind ik aanvallend, positief, attractief voetbal... Een voorwaarde voor een trainer. Dat is eigenlijk een van de doelen die iedere trainer moet hebben. Maar het moet niet te romantisch of te naïef zijn natuurlijk. Dat het toch het belangrijkste doel is te winnen. Maar winnen met mooi voetbal, ik denk dat is het mooiste en het ook moeilijkste wat er is. Neumann gaat als gentleman door het leven. Hij kan met iedereen opschieten en wil vooral genieten van voetbal. En weet het spelletje en zichzelf heel goed te relativeren. Als je maar met open ogen door de wereld gaat kijken, dan zie je ook natuurlijk veel problemen die er zijn. En als je dat maar relativeert met je eigen problemen, dan zie je ook dat het eigenlijk kleine problemen zijn. Mensen die doodziek zijn of geen werk hebben en al die dingen, ja, gewoon, dan moet je altijd wat kunnen relativeren, vind ik. Misschien is dat ook wel zijn zwakke punt. Hij is niet echt een winner. Bovendien is het de vraag of hij met grote druk kan omgaan. Druk heb je overal natuurlijk. Maar de dimensie verschilt. De dimensie van druk die wordt wat groter, dat denk ik wel. Ja. Maar het wordt natuurlijk ook, hoop ik tenminste, dat de kwaliteit van de spelers beter wordt. Dus het is toch wat makkelijker dan voor een trainer met een betere groep met meer kwaliteit te werken. Over de contacten met Anderlecht wil hij voorlopig enkel kwijt dat die er inderdaad zijn. Dat alles rond is, mag en wil hij niet zeggen. Hij had eerder dit seizoen trouwens al een slechte ervaring. Ja, ik was heel veel met Bremen en ik had eigenlijk heel grote hoop dat ik trainer zou worden in Bremen. Maar ja, dan is het doorgegaan. Dus, maar dat was een ander verhaal eigenlijk. En Anderlecht is weer wat anders en een andere clubs is weer wat anders. Maar wat Bremen betreft, klopt. Ik dacht eigenlijk te tekenen, ja. Nu zwijgt hij dus liever, ook wanneer je via een omweg achter de waarheid probeert te komen. Of hij al Franse les volgt. Eerstmaal denk ik dat ik een reden moet hebben om Frans te leren. En die is er nog altijd niet absoluut zeker, die reden? Die reden, ik hoop dat ik komende week een reden wil hebben om Frans te leren, maar die is er in dit moment nog niet. Nog niet een waardige opvolger voor de overigens ook altijd bereikbare Johan Boskamp, zo lijkt. We blijven in Nederland, want daar is ook zo pas de partij tussen Feyenoord Rotterdam en PSV Eindhoven beëindigd. Feyenoord heeft een grote naam, heeft met Wim van Hanegem ook een trainer met een grote naam, maar is vreselijk aan het knoeien dit seizoen. Om daaraan te verhelpen in de toekomst werd deze week Ronald Koeman aangekocht bij Barcelona. PSV draait vlot mee van zijn kant in de schaduw van Ajax weliswaar en maakte dit seizoen ook kennis met Luc Nilis, die bij onze noorderburen algemeen beschouwd wordt als een regelrechte topper. PSV trok deze week Wim Jonk aan bij Inter Milan, ook al geen kleine transfer. Feyenoord PSV met NOS-collega Evert ten Apel. De kant staat Maas weg, die roept ook, maar het wordt Trustful. Die heeft een goede actie. Dat is goed van Obiku, uitstekend! Prachtige goal van Obiku. En dan krijgen we dit. Het shirt uit, uiteraard. En de muziek in het Feyenoordstadion, dat toch nog goed gevuld is. Obiku gebruikt zijn sterke lichaam. Oh, dit is mooi. Ja, dit is genieten. Dit mag in een jaar waarin Feyenoord en zeker de fans toch al niet al te veel plezier beleven. Ronaldo probeert tempo te maken. Gaat helemaal alleen en hij scoort ook zijn eerste actie in de wedstrijd. En hij poeiert zijn 26e goal van dit seizoen erin. Ronaldo, iedereen kijkt, iedereen laat hem maar wat doen. Niemand blokt zijn schoen. En hij schiet haarzuiver de gelijkmaker langs de groei van Mol. Zenden. Mooie afdraaiende voorzet. En daar is Hoekstra met een prachtige goal. 2-1 voor PSV. Valks in de problemen met Obiku, die gaat neer, dat is een penalty. Jazeker, een domme overtreding van Valks. Luimge legt de bal op de stip. En Valks, die al geel had, krijgt nu waarschijnlijk weer geel en de rode kaart. Laten we nog eens kijken naar dit moment.
Valks heeft geen controle, haalt Obiku neer. Penalty voor Feyenoord en een rode kaart voor Valks. Kieprieg is de invaller voor Clausio en wordt luid bejubeld. En Valks vertrekt richting kleedkamer. En de eerste actie van Kieprieg is direct een penalty. En de vraag is of dat wel zo verstandig is. Een speler die net in het veld komt alleen een penalty laten trappen. Het is dus verstandig, want hij scoort. Het is 2-2. Romayon weer, Niels. Dat scheelt weinig. Mooi schot van de Vlaming, Luc Niels. Feyenoord zet druk. Kieprieg, Talmens, ver naar de buitenkant. Kieprieg, 3-2. De tweede goal van die Texelse Hongaar, Jozef Kieprieg. En Menzo baalt. Goeie aanval. Mooie actie, Bos. Kieprieg. Talmens. Kieprieg loopt door en staat op de goede plek. 3-2 Feyenoord. En zo bleef het ook. Twee doelpunten van de Dekselse Hongaar Kieprieg. Luc Niels straalt van de klasse deze dagen. Al krijg je vandaag wel een tik, dat heeft u net gezien. En in Frankrijk werkt Enzo Schifo aan zijn comeback. Hij speelde dit weekend zijn tweede partij na 8 maanden competitieloosheid wegens enkel pijn. Met Monaco trad hij aan bij de dit seizoen ongenaakbare leider Nantes. Nantes is zo goed als zeker van de landstitel. Monaco knokt voor Europees voetbal. Monaco is de ploeg in vorm, dat bewijst het al vroeg in de wedstrijd. 16e minuut, Djorka heeft profiteerd van gestuntel in de verdediging en het staat 0-1. International Youri Djorkaeff. Nantes reageert scherp. 27e minuut, Jafet Ndoram ziet doelman Donato te ver voor zijn doel staan. 1-1. 2 minuten later mag Reynald Pedros een vrije trap nemen. Donato alweer slecht opgesteld. Pedros draait hem in de kruising. Maar nog voor de rust staat het weer gelijk. Djorkaeff binnendoor voor Schifo en die maakt zijn gemiste seizoen goed. 2-2. In de tweede helft gebeurt er minder. We lijken op een gelijk spel af te stevenen tot Ndoram zich over een knie werpt. Strafschop en dat is een klus voor topschutter Patrice Loco. Hij maakt er 3-2 van. In de slotminuut bewijst Thierry Henry nog maar eens zijn buitengewone klasse. Hij zorgt met deze schitterende goal voor de eindstand. 17 jaar, als wonderknaap binnengehaald bij Monaco. Vorige week debuteerde hij met 2 doelpunten tegen Lens. En gisteren bezorgde hij Monaco met een prachtig doelpunt, een kostbaar punt. Met een goal van Schifo. En in Italië verloor Juventus vandaag verrassend met 0-3 op eigen veld van Lazio Roma. Juventus blijft desondanks ruim leider voor Parma dat 0-0 gelijk speelde tegen Genoa. Cagliari Padua was 2-0 met opnieuw een goal van een vergeten Belg Luis Oliveira. Om het buitenlands voetbal af te ronden, een treurig bericht uit de Portugese competitie. Voor de topper daar tussen Sporting Lissabon en FC Porto stortte vanavond een tribune in met minstens 1 dode en zeker 3 zwaargewonden. Later op de dag in het laatavondjournaal wellicht meer nieuws van dit drama. Voor ik de wieleractualiteit op u loslaat, nog meld dat China wereldkampioen tafeltennis is geworden bij de vrouwen. De Chinese meisjesploeg versloeg in Tianjin, of Tianjin, hoe zeg je dat? Een havenstad niet zo ver van Peking, in het noordoosten van de Volksrepubliek, het Koreaanse team met 3-0. Droge cijfers zijn dat. Bij de mannen wordt de finale vannacht gespeeld tussen China, jawel, of wat dacht u, en Zweden. De Belgen zijn nog in de race voor de 7e plaats. De individuele titels worden komende week verdeeld en daarin kijken we natuurlijk uit naar Jean-Michel Seyven. Karl Huibert is voor ons in Tianjin en stuurt vanaf woensdag stukjes door voor het nieuws ter zake en de weekendprogramma's. En nu, zoals beloofd, wielrennen. Johan Museeuw heeft de 4-daagse van Duinkerke gewonnen. Museeuw eindigde 2e in de laatste rit vandaag in een sprint achter de Duitser Zabel. Door de bonificaties werd Museeuw eindwinnaar met 5 seconden voorsprong op de Fransman François Simon. En in Spanje is Miguel Indurain eindwinnaar geworden van de Ronde van Rioja. In de laatste etappe ging de zege naar zijn landgenoot Moreda. Eindwinst dus voor Miguel Indurain, terwijl zijn grote concurrent voor de Tour de France, Tony Rominger, als leider startte in de laatste rit van de Ronde van Romandie. En de leidersplaats van Tony Rominger is op de slotdag van die Ronde van Romandie niet meer in gevaar gekomen. De etappe met aankomst in Genève was op de maat gesneden van de sprinters en die lieten hun secondanten dan ook werken om de bende gesloten te houden. Ze slaagden daar perfect in en dus kregen we de verwachte massasprint.
Daarin was Mario Cipollini de snelste voor zijn landgenoot Minali, de Slovaak Sforada, de Zwitser Berg en nog een Italiaan Lombardi. Voor Cipollini was dit de tweede ritoverwinning in deze ronde van Romandie. De eindzege die gaat dus naar Tony Rominger, die in de algemene rangschikking de Italiaan Casagrande en de Let Ugrumov voorafgaat met ruim 2,5 minuut. Rominger is dus klaar voor de Giro die volgende zaterdag van start gaat.